En dit was hem, de vrachtwagen van Stichting De Kleine Beurs. Hier stond hij, tegenover de kringloopwinkel van de stichting. Afgelopen vrijdagnacht brandde de vrachtwagen volledig uit. De politie vermoedt brandstichting. Ik ben gewoon helemaal teleurgesteld in bepaalde mensen. Ik weet niet wat de mensen bekeert en waarom moet dit? Wat is hier de bedoeling van? Wat doe ik verkeerd? In de kringloopwinkel werken verstandelijk beperkte jongeren. Die heb ik vandaag maar een beetje weggestuurd. Want ja, het is voor hun hier natuurlijk ook een hele tegenslag wat er gebeurt. Die verwachten van nou, ze kunnen in de auto, ze kunnen met me mee. Dus ja, die kinderen zijn wel helemaal over de toeren. Wat is hier aan de hand? De vrachtwagen was een belangrijk vervoersmiddel voor Van Engelen. Dagelijks bracht hij er spullen mee rond, samen met de jongeren. Ik kan dadelijk misschien in de toekomst wel een ander auto, maar ik zal toch moeten zorgen dat ik bijvoorbeeld 6.000-7.000 op de proppen moet zien te krijgen om weer een auto te aan kunnen schaffen. Dus kijk, geld is terug te verdienen. Maar dit emotionele gedoe, dat is niet terug te verdienen. Want het is niet alleen je pakt mij niet. Nee, je pakt die kinderen en die mensen die hier lopen, die pak je ook.